Emiel van de Hazelhoeve. Heb je wel eens gehoord van Emiel uit Bovenbergen? Dat ben ik dus. En hier woonde ik, in het zuiden van Zweden, op een boerderij die de Hazelhoeve heet. In het dorp was geen mens dat me niet kende. Dat vreselijke jochie van de Hazelhoeve. Dat joch dat meer qua jongensstreken uithaalde dan er dagen in het jaar zijn. De ene buurvrouw is hier geloof ik over me aan het klagen. Dat ik haar emmer verplaatst heb. Ja, ze hebben heel wat met me te stellen gehad. Hier bijvoorbeeld, toen papa zijn hoed bij de beek had laten liggen. Ik was me echt van geen kwaad bewust. Ik deed het niet om gemeen te zijn. Ik wou gewoon zien of de hoed bleef drijven of niet. Volgelopen. Die laarzen leken me bepaald niet waterdicht. Maar zou dat met alle laarzen zo zijn? Ik moest en zou alles onderzoeken. Hoe kwam je anders iets te weten in deze wereld? Daar loopt het water niet uit. Hoe kan het nou? Wegwezen! Ik deed altijd net of ik doof was. Het mooie aan dit schuurtje was dat je het van binnen en van buiten kon afsluiten. Papa sloot het van buiten af als hij niet wou dat ik naar buiten kwam. En ik sloot het van binnen af als ik niet wou dat hij naar binnen kwam. Zo hadden we er allebei wat aan. Ja, zit daar door ten keuwe in het huis. We gaan het behoeven. Elke keer als ik in de schuur zat, sneed ik een poppetje van hout. Deze hier hebben we allemaal zelf gesneden. Ja. Het was een mooie verzameling. Ik moet daar zo te zien toch wel vaak gezeten hebben. De Hazelhoeve was een boerderij die op een heuvel tussen appelbomen en seringen lag. En omringd werd door akkers en velden en weiden. Hier woonde ik dus. En mijn vader ook natuurlijk. Die heet Anton Svensson. En mijn moeder. Die heet Alma Svensson. Waarvoor weet je mee, Dijda? Chats op, hè? Dit is mijn kleine zusje. En dan hadden we nog een knecht. Alfred. En een meid. Die heette Lina. Dat mocht je toen gewoon nog zeggen, meid. Ik zat altijd stiekem te luisteren als ze aan het kiften waren. Oh ja, en dan was er ook nog een oude vrouw die in het bos woonde. Groosja Maya. Ze kwam vaak naar ons huis om mijn moeder te helpen met wassen en worst maken en zo. En zij wist altijd de verschrikkelijkste verhalen te vertellen.
Favoriet was het verhaal van ene Basteval, die zijn verloofde met een mes om zeep had gebracht en haar lijk onder een hoop stenen had verborgen. Hij had altijd verschrikkelijk humeur. En een dag zo hende het. Hij stak vast met mijn kniv, zo doeg. Zijn laan henne onder het stort steenreuze, min zaan. Jo, alle kon je verstaan. Had hij daar ook verschwunnen tot zijn velwinter. Mijn moeder was nooit zo blij met die verhalen. Maar wij vonden dat natuurlijk geweldig. Eigenlijk had ik helemaal niet zoveel speelgoed waar ik aan gehecht was. Alleen een geweer dat Alfred een keer voor me gemaakt had. En mijn pet. Die had ik van papa gekregen. Even kijken of er nog gieren te schieten zijn. Bang! Die Kroosa Maya was een raar mensje. Ze zei dat ze niet hard kon lopen vanwege de heup. Maar als ze iets te klagen over me had, dan rende ze als een kieviet. Mijn moeder is toen op een gegeven moment al mijn streken op gaan schrijven. In een blauw schrift. En mijn vader maar mopperen, waar dat alles goed voor was. Hij vond het geloof ik zonde van de potloden. Ik ben blij dat ze toen heeft volgehouden. Zomers is het in Zweden 's nachts niet echt donker. En tijdens een van die nachten gebeurde er iets raars. Kjære barn, wat skriker du for? Det var en råtte. Hun sprang rakt ansiktet på mig. Og hur var det? Har vi fått råttor i köket? Jo, det var snyggt. Een rat. Nou, dat vond mijn vader geweldig natuurlijk. Kon hij laten zien dat hij de baas was en lekker orders uitdelen. En zo'n rakkere, va? Ja, dat får vi lagen. En du, Lina, du får kattaoster på nätterna hedan efter. En så ska jag sitta dit med lilla råttfälla också. Ja, men nu går vi och lägger oss igen. Och du, Lina, sov en stund te du. Snart ska du ut och mjölke, vet du. Mijn moeder was 's morgens altijd als eerste beneden. Oh, ja, ja, kom. Papa kwam pas later, als de koffie klaar was. Daar kreeg hij altijd een goed humeur van. Toen heb ik die val daar neergezet. En ik weet nog dat hij zei dat hij dat een goed idee vond. Ja, maar råtta kommer inte förrän till natta, förstår du väl? Nej, men då åker hon fast, det som är säkert. Ja, då blir det inte nådigt till vara råtta, inte. Hur många trägubbar har du fått ihop? Alfred was wel geïnteresseerd in mijn houtsnijverzameling. We spraken af dat als ik 100 poppetjes had, dat we dan samen een feestje zouden vieren in de schuur. Weet
När jag får ihop 100, då ska jag ställa till kalas här i Snickerboa. Ja, så. Vem ska du bjuda då? Bara dig. Alfred is mijn vriend en hij is ook heel sterk. Tror jag det. Du och jag, Emil. Die nacht werd de kat ook ingezet bij de rattenbestrijding. Geef ze maar een barnetje en zet hem in zo'n liter naar wat jij mee hebt. Maar de kat ging natuurlijk veel liever naar buiten. Toen iedereen lekker lag te slapen, ging de kat op de rat jagen. Alleen op de verkeerde plaats. Ikzelf kon niet slapen, want ik lag maar te piekeren. Misschien staat die val daar toch niet goed, zo vlak voor het hol. Uiteindelijk leek me onder de tafel toch de beste plek. Eerst dacht ik nog dat vader schreeuwde omdat hij de rat te pakken had gekregen. Gelukkig is mijn moeder me toen komen redden. Kon ik mooi aan mijn poppetjesverzameling werken. En 's middags kwam mijn zusje me halen voor mijn lievelingsmaaltje. Pop haalt die middag. Heerlijk. Bloedworstpastei. Dat werd gemaakt van brokken spek met varkensbloed en meel. Ik was me ontzettend aan het verheugen
Toen ik me bedacht dat papa misschien wel als eerste wilde proeven. Hij had tenslotte al een zware dag achter de rug. Papa, kijk eens wat lekker voor de pastai. Titta, papa. Zo mycket palsmet. Oh, jee. Åh, gud, hjälp! Emil! Nej, Emil. Fort ut i snickerboa med dig. Förgrammade unge! Vänta bara du! Vänta bara! En Groza Maya had natuurlijk alles maar half meegekregen en begon rond te bazuinen dat ik mijn vader gescalpeerd had. Du kan wel schrapen op, daar ute zo där. Räcker till en 3-4 palter. Nee, det som är förspilt, det är förspilt. Hihi, vi får ingen middag alls idag. Ida heeft mijn vader toen nog fijntjes uitgelegd dat hij geluk had, want dat hij de enige was die heeft kunnen proeven. Mijn vader werd al vaker voor de gek gehouden. Door de knecht bijvoorbeeld. Die probeerde steeds hetzelfde met zijn pet te doen als wat mijn vader deed. Ja. Nu wil je al trött och springa och ta ut dig. Maar wat er nu gaat gebeuren, daar kon ik echt niks aan doen. Let op, het werd nog erger. Emil! Nee, snikkelboa, Emil! Emil! Alweer in het schuurtje. Farsan är vägen överallt. Man kan inte ens gilla upp en hårfäll utan den går och fastnar i den. Då ska vi få det också. Ik nam toen een besluit. Ik wilde er niet meer uitkomen. Nooit meer. Hoe gezellig het buiten ook was, ik bleef waar ik zat. En als ze binnen wilden komen, dan zouden ze ervan lusten. Då blir de väl äntligen nöjde. Men försök inte komma in i snickerboa. För då skjuter jag! Emil! Emil, lille! Du behöver inte vara rädd längre, Emil. Pappa har lugnat sig så du kan komma ut nu. Ha. Varför säger du så? Kom ut nu, Emil! Jag kommer aldrig mer ut. Och försök inte komma in, för då skjuter jag! Nej, men kom ut nu, Emil! Så jag får ta det med dig åtminstone! Nee, men Emil. Emil. Nee. Ze kunnen allemaal de pot op. En koppig dat ik toen was. Emil sitter i snickerboa och säger att han aldrig vill komma ut mer.
Vad är det för galenskaper? Du måste komma ut och tala honom till rätta, Anton. Ja. Emil? 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 Mijn vader kreeg ook niks gedaan. Gelukkig had ik wel een geheim voorraadje eten in de schuur. Ik hoopte dat ze ongerust zouden worden natuurlijk. Då får vi ta ut det med våld. För där inne kan ni inte sitta hela natten. Försök bara. Den första som kommer in, den skjuter jag. Emil. Emil. Kom ut nu så går du och jag till sjön. Zelfs een aanbod om te zwemmen bracht me niet van mijn principes af. Sitt du på bänken med Lina. Gör det för all del. Ja, jag stannar här. Låt den sitta till han tröttnar då. Kom, vi går och lägger oss. Nämen. Kom nu. Samma elände, jämt och samt. Anton. Du kan inte få sova på nätterna heller. Ja, men... Jag bara en kunde lita på att den verkligen satt kvar där inne den förgrömmade ungen. Då skulle jag vara glad. Mijn ouders waren wel een beetje van slag af. Maar dat was ook de bedoeling. Toen ik hoorde hoe gezellig het buiten was, ontdekte ik dat Lina de deur had afgesloten. Ze was natuurlijk jaloers op mijn vriendschap met Alfred. Maar ik was niet voor één gat te vangen. Kom ner nu, Emil. Nej då. Nu ska jag riva när snickerbo aldrig sitter här nog mer. Kom nu så går vi och bader. Het leek me toch leuker om het te laten overhalen. Och Lina som trodde du var en myring. Lina vindt het niks. Jo. Det var den lördagskvällen det. Du simmar ju riktigt bra. Ja, det är tack vare dig, Alfred. Du och jag, Alfred. Du och jag, Emil. Tror jag det. Wat heb ik eigenlijk een geluk gehad met zo'n vriend als Alfred.